Evenals Castres is nu ook Hapert besmet met het Elisabeth-virus. Wij staan hier voor de Jumbo in Hapert en daar is vandaag een actie. Een samenwerking tussen de voedselbank Bladel en de Jumbo Hapert, Bladel en Reuzel wilde ook aanhaken. In Reuzel gaan ze niet actief inzamelen, want daar hebben ze dat pas gedaan, maar er is wel een soort samenwerkingsverband. Er is een samenwerking van de Jumbo, de voedselbank en het Elisabethspel. Kunt u mij vertellen hoe die samenwerking precies tot stand is gekomen? Nou, het is een initiatief van toneelvereniging Castres om ons te benaderen. Zij zijn bezig met dat toneelstuk van Elisabeth. En het gezamenlijke thema is eigenlijk dat Elisabeth vroeger ook zorg had voor mensen die het financieel niet zo goed hadden. En de moderne rol die ligt tegenwoordig daarvoor bij de voedselbank. Zo hebben ze bij de toneelvereniging Castres geredeneerd. En zo hebben ze die link gelegd van de middeleeuwen naar nu. En om aan te geven dat verschil tussen rijk en arm eigenlijk van alle eeuwen is, zeg maar. En hoe is dan de samenwerking tot stand gekomen met de Jumbo? Nou, de Jumbo die is een sponsor voor een van de sponsoren voor het toneelstuk in ieder geval. Dus, en Jumbo is een supermarkt. En als je aan voedselbank denkt en supermarkt en eten, boodschappen enzovoorts, nou, dan ligt daar ook constant een link. Wij hebben met alle supermarkten in de gemeente Reuzel, Bladel, Eersel hebben wij contacten. Omdat wij zonder de hulp van dat soort bedrijven kunnen wij ons werk als voedselbank niet doen. Omdat wij afhankelijk zijn van het voedsel wat wij aangeboden krijgen. En dat komt voor een deel komt dat ook van de supermarkten vandaan. Dus we zijn wel een trio, zeg maar, die met elkaar te maken heeft rondom dit thema. Begrijp ik goed, krijgen jullie helemaal geen subsidie? Ben je echt afhankelijk alleen maar van giften? Daar komt het op neer, ja. We krijgen een heel kleine subsidie van de drie gemeenten. Maar dat is eigenlijk geen subsidie, dat is meer een waarderingssubsidie. Zoals heel veel organisaties, verenigingen die krijgen. Wij zijn eigenlijk afhankelijk van giften die we van bedrijven en van particulieren krijgen, ja. Maar dan ben je natuurlijk ontzettend blij met dit initiatief. Ja, absoluut. Zeker omdat we vorig jaar zijn er heel veel extra klanten bijgekomen, hè, vanwege de inflatie enzovoorts. Dat betekent dat de voorraden die wij regelmatig opbouwen, dat doen we ook met winkelacties en zo, dat die steeds sneller slinken. En dus moet er ook weer meer acties komen om te zorgen dat we die voorraden weer aanvullen, zodat we elke week mensen voldoende eten kunnen aanbieden. Jij zegt dat het aantal... Ja, hoe noem je dat? Cliënten, zal ik zeggen. Ja, bij jullie enorm is toegenomen. Heb je daar een percentage voor? Als je het vergelijkt tussen 31 december 2021 en 31 december 2022, dan zijn we 49% gestegen. Is dan het aanbod ook gestegen of is het aanbod van goederen juist gedaald? Dat is een puntje. Het aanbod neemt op zich niet toe, omdat... winkels, supermarkten ook tegenwoordig heel veel werken met die too good to go acties en zo. En 2 jaar geleden kwamen al die producten nog bij de voedselbank terecht. Fijn, dank u wel. Martine, volgens mij ben jij degene geweest die binnen de organisatie van Rebels Roos er de voedselbank bij heeft betrokken. Eigenlijk dacht ik, heb ik het vermoeden. Nou, het oorspronkelijke idee komt van onze scriptschrijfster Pietia Winia af. Die had als idee dat als mensen naar de voorstelling komen, dat ze worden opgeroepen om een product mee te nemen voor de voedselbank. En dat idee hebben we eigenlijk omarmd en uitgebouwd tot een volwaardige partnership met de voedselbank. Kijk, Elisabeth is natuurlijk een verhaal uit de 13e eeuw, een oud verhaal. En door die samenwerking met de voedselbank aan te gaan, eigenlijk de Elisabeth van nu, tillen we heel het verhaal eigenlijk meteen naar de huidige tijd. En Heidi, wat is jouw taak in dit hele gebeuren? Vertel. In dit hele gebeuren? Nou, ik speel dan ook mee in het openluchtstuk en ik ben nu ook bij de PR betrokken. Ik ben nu ook hier om de wensboom een beetje te promoten. We hebben nu ook mensen kunnen een kaartje invullen, wie dat ze 2 vrije kaartjes gunnen voor het openluchtspektakel. En dan gaan we een loodje uittrekken en dan hopelijk dat we iemand heel blij kunnen maken met 2 vrije kaartjes. Jullie organiseren nu deze actie voor de voedselbank, maar volgens mij doen jullie het wel vaker, het hele jaar door. Of zo hebben jullie toch een verbinding met de voedselbank?
Ja, wij zijn sowieso vanuit Jumbo, Hapert en Blaal lokaal betrokken, vinden wij heel belangrijk. Dus ja, vandaar ook dat wij regelmatig de stand hebben van de voedselbank hier. Heidi, jij speelt zelf toneel mee in het stuk. Heb je een van de hoofdrollen, bijrol? Nou, ik heb geen hoofdrol, maar ik heb wel een hele leuke rol. Ja, ik ben een rollendame, dus ja, dat vind ik wel. Ik heb echt een hele leuke rol. Ja, dus en het is ook echt, ja, het is gewoon zo leuk. Er zijn met heel veel mensen uit het dorp die meedoen, ook buiten het dorp om. En we krijgen zo'n leuke klik met elkaar allemaal. Ja, het is ook echt de saamhorigheid die nou mee komt spelen. Dus echt, ja, een heel succesvol iets, denk ik. Ja. En nou zie ik hier een verklede dame rondlopen. Wie kan mij vertellen wie dat voorstelt? Een Elisabethje proberen we nou zo even ook mee te promoten. Dat is ook zien wat voor klederdraai wij doen. Wij zijn met een heel groot ook naaigroepje. Want we willen ook natuurlijk daar een stuk de mensen ook aankleden met de kleding van toen. Dus ja, nou hebben we hier ook... Kijk, met de kleding van toen. Met de kleding van toen. Ja. Goedemorgen. Wij staan hier vandaag met de Voedselbank en de Rebelse Roos, de toneelgroep uit Kasteren. Extra producten in te zamelen voor de Voedselbank. Ik weet niet of dat je er iets van gezien hebt in de PC misschien. Nog niet. Oh, nou, dan vertel ik het u. Het is de bedoeling dat u misschien wat extra producten aanschaft in de winkel, lang houdbare producten. Ja. En als u buiten komt bij ons. Doneert in de stand. Okay. En daar is tijd. En u kunt ook nog extra toegangskaarten winnen voor de uitvoering eind juni. Okay. Dus als u dat zou willen. Ga ik doen. Ik zou je de voedselbank willen steunen, doordat ze extra willen. Heel fijn, dank u wel. Fijne dag.